Zo, goedemorgen. Ik moest even wat teksten sorteren. Maar het is een eer om hier te zijn. En ik zou graag met jullie de Bijbel willen openslaan bij Johannes 12. Broeder Raymond heeft het net al gezegd. En dan zullen we bij vers 11 beginnen. Maar even nog even een overview van de afgelopen twee weken. De afgelopen twee weken hadden we twee hele goede gastsprekers. Chris Verhagen en Dominee de Vries. En die hebben Johannes 11 en het begin van Johannes 12 uiteengezet. En vandaag gaan we inzoomen op de Palmzondag. Een officieel christelijk feest. Hè, en dat, omdat het echt in de Bijbel beschreven staat. De laatste zondag van voordat de Heer Jezus Christus gekruisigd wordt. En vorige week hebben we mogen nadenken over hoe de Heer Jezus Christus gezalfd werd. En ook dat de Heer Jezus Christus in het middelpunt stond van een soort avondfeest, avondmaal. Een diner of een avondeten met heel wat gegadigden. En wat ons opviel is dat degene die uit de doden is opgewekt, Lazarus, ook aanlag. En misschien voor de kinderen kun je je wel voorstellen dat als jij zelf aan zou liggen aan zo'n tafel, dat je als het ware met je hand onder je hoofd en je elleboog op de grond zo lekker zou liggen en dat er in het midden van de tafel allerlei eten en drinken was en dat je dan daar zou zitten en er gesproken zou worden over iemand die opgewekt zou zijn uit de dood. Weet je? Ik denk dat je oren dan wel zouden klapperen. Hè, er werd gesproken over iemand die opgewekt was uit de dood. En dat was niet 1 minuut of 5 minuten, maar het was 4 dagen. En die persoon die opgewekt was uit die dood, die lag ook aan die tafel. En of dat niet genoeg is, hè, je zou misschien een beetje sceptisch kunnen zijn op dat moment. Ja, opgewekt uit de dood, misschien is het hier wel een verhaaltje. Maar dan staat zo'n vrouw op, de zus van degene die is opgewekt uit de dood, de zus van Lazarus, die staat dan op, ja, die loopt dan ergens naartoe en die pakt een flesje olie met een waarde van 33.000 euro. Flesje olie van 33.000 euro. Zo zouden we dat ongeveer nu op waarde kunnen schatten als we kijken naar het modaal loon van iemand die werkt hier in Nederland. En die verdient ongeveer 33.000 euro netto. 33.000 euro, een flesje van 300 gram. En dan giet ze dat uit op de voeten van de Heer Jezus Christus. En dan gaat zo'n welgestelde vrouw, hè, het is heerlijk om ook te zien dat de mensen die heel rijk zijn, gewoon christenen kunnen zijn. Soms denken we daar anders over, maar dat is niet zo. Rijke mensen kunnen even goed christen zijn. En die vrouw die giet dan dat over de voeten van de Heer Jezus Christus en droogt dan met haar haren zijn voeten af. Ja. Nou, als jij daar aan zo'n tafel zou aanliggen en je zou dat tafereel bekijken en als je wist wat de waarde was van dat flesje, dan kan je maar tot 1 conclusie komen. Jezus Christus heeft Lazarus uit de doden opgewekt. En de manier zoals Maria de Heer Jezus Christus zalfde, kun je zien als een kostbare dienst voor de Heer Jezus Christus. En de vraag waarmee we eigenlijk vorige week naar huis gingen was, hoe kun jij de kostbare toewijding van Maria imiteren in jouw leven? Hoe kun jij de kostbare toewijding van Maria imiteren in jouw leven? En wat we ook zien is dat de Heer Jezus Christus de salving accepteerde van Maria. Hij aanvaarde zijn koningschap. En misschien in een iets wat kleinere setting.
ja, wat mensen aan een tafeltje uitgenodigd. Maar hij aanvaardde zijn koningschap. Maria zalfde de Heer Jezus Christus als koning. En hij anointed haar. Hè? Hij was de Messias. Hij liet daarmee zien dat hij de Messias was. En het werd aanvaard. En in ons tekstgedeelte van vandaag zullen we meer inzoomen op dat de Heer Jezus Christus zijn koningschap aanvaardt voor een veel groter publiek. En dat lezen we in Johannes 12, vers 12 tot met 19. Ik wil dit graag met jullie samen lezen. Johannes 12. We gaan vandaag aardig wat teksten lezen, dus ik kan ze niet allemaal onder een touwtje zetten. Even. Ja, Johannes 12, vanaf vers 12. Toen de volgende dag een grote menigte die naar het feest gekomen was, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen zij de takken van de palmbomen en gingen de stad uit hem tegemoet en riepen: Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere, de koning van Israël. En toen Jezus op een jonge ezel gevonden had, ging hij daarop zitten, zoals geschreven is: Wees niet bevreesd, dochter van Sion. Zie, uw koning komt, zittend op een veulen van een ezelin. Dit nu begrepen zijn discipelen eerst niet. Maar toen Jezus verheerlijkt was, herinnerden zij zich dat dit over hem geschreven was. En dat zij dit met hem gedaan hadden. De menigte dan, die bij hem geweest was toen hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had, getuigde daarvan. Daarom ging de menigte hem ook tegemoet, omdat zij gehoord had dat hij dat teken gedaan had. De fariseeën dan zeiden tegen elkaar: U ziet dat u totaal niets bereikt. Zie, de hele wereld loopt achter hem aan. Tot zover. En dan de titel van de boodschap van vandaag is: De triomftocht van de koning der koningen. De triomftocht van de koning der koningen. En het eerste punt die ik samen met jullie wil denken is de voorbereiding om de koning te ontmoeten. Vers 12 en 13. Het tweede punt: de intocht van de koning. Vers 14 en 15. En het derde punt: de ware aard van Jezus koningschap. Vers 16. En daarna zullen we wat toepassingen hebben. En dan zullen we kijken hoe het verder gaat. Maar het eerste punt: de voorbereiding om de koning te ontmoeten. En misschien, als je dit tekstgedeelte misschien thuis hebt gelezen, dan zou het kunnen zijn dat je er eigenlijk helemaal niet zoveel mee kan, zeg maar. Het is eigenlijk een aanname. Ja, je weet dat de Heer Jezus Christus koning is geworden in Jeruzalem, maar zelf heb je er niet zoveel mee. En een van de redenen waarom we er niet zoveel mee zouden kunnen hebben, is dat we opgegroeid zijn in een land waar niet de koning het voor het zeggen heeft, maar het kabinet en president Rutte. Als we bijvoorbeeld hetzelfde Bijbelgedeelte zouden laten lezen door broeders en zusters uit het Midden-Oosten of uit Afrika, dan wordt er vaak op een andere manier naar koningschap gekeken. En is dit Bijbelgedeelte juist veelzeggend? Als men in die landen over een koning heeft, dan denkt men vooral aan macht. Wat de koning zegt is wet. En iedereen behoort zich daaraan te houden. En doe je dat niet, dan ben je geen goede dienaar. En word je gevangen gezet of gedood. Dat is hoe het nog steeds in bepaalde landen in de wereld eraan toe gaat. Er is één koning en ze dienen allemaal de koning. En als je je verzet tegen deze koning, dan zit er maar één ding op en dat is vernietiging. En als we zo naar het koningschap van de Heer Jezus Christus kijken, dan gaan we het toch een beetje anders zien. En ik hoop dat we vandaag dat koningschap van de Heer Jezus Christus zullen zien in het licht van de Bijbel.
En zo was het ook in de tijd van de Heer Jezus Christus. De keizer van Rome was aan de macht en die overheerste het volk van Israël. Men moest naar de keizer en zijn hulpkoningen luisteren. De verwachting was dan ook heel sterk dat in die tijd God zijn belofte zou waarmaken om de Messias geboren te laten worden. Er was een enorme Messias verwachting. En een van die verwachtingsteksten uit de Bijbel in het laatste hoofdstuk van het Oude Testament, Malachi 3 vers 1, bijvoorbeeld, plotseling zal naar zijn tempel komen de Heere die u aan het zoeken bent. De Israëlieten hoopten op iemand die de Israëlieten eindelijk zou kunnen bevrijden van de Romeinse onderdrukking. Men hoopte op die koning of rechter die God zou laten opstaan. Men had een Messias-verwachting. We lezen dan in vers 12 dat er duizenden mensen een paar dagen van tevoren in Jeruzalem gekomen waren om het paasfeest te vieren. En Pesach, betekent letterlijk overslaan. We lezen dat verhaal in de eerste 12 hoofdstukken van het boek Exodus, waarbij we op de climax van het verhaal God zegt tegen het volk: smeer bloed op de dorpels van je voordeur. En als jij bloed smeert van een lam dat bestreken is met hyssop, als jij dat doet, dan zal ik ervoor zorgen dat jouw eerstgeboren zoon niet overlijdt. Maar doe je dat niet, dan zullen alle eerstgeborenen waarvan de dorpels niet bestreken zijn met bloed overlijden. En de vraag die we ons vandaag ook mogen afstellen is: zijn wij bedekt onder dat onschuldige bloed van dat lam? Ben jij bedekt onder dat onschuldige bloed van het lam? Is jouw ziel, zijn de dorpels van jouw ziel besprenkeld met het bloed van de Heer Jezus Christus? Johannes de Doper zegt niet voor niks: zie het Lam Gods, wat de zonde van de wereld wegneemt. Gemeente, weet je, en we hebben de afgelopen week allemaal die afschuwelijke beelden gezien van mensen die in hun slaap getroffen zijn door een aardbeving. Maar dat kan ook hier. Vandaag kan onze laatste dag zijn. En dan is mijn vraag vandaag aan jou: ben jij klaar om jouw God te ontmoeten? De Bijbel zegt het in Hebreeën 9 vers 27. Het beschikt de mens eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Het is alsof God vandaag via de luidsprekers van zijn schepping tot ons schreeuwt: neem Christus aan, neem Christus aan, anders zal mijn toren jou voor eeuwig slaan. We moeten ons voorbereiden. Als je naar een bruiloft gaat of op visite gaat, dan doe je nette kleren aan. Je kamt je haar en je bereidt je voor. En hoe heb jij je vandaag voorbereid? Ben je hier gekomen om Gods stem te horen? Heb je gebeden, misschien het Bijbelgedeelte bestudeerd, of hadden we geen tijd en was het meer haasten om hier op tijd te zijn? Ben je voorbereid? Want gemeente, als we de Heer Jezus vandaag in levende lijven in ons midden zouden hebben, zouden we hem dan herkennen? Of zouden we zo met onszelf bezig zijn dat we hem niet eens kunnen zien staan? Zijn we voorbereid? We moeten voorbereid zijn door de ware Jezus te kennen, zijn woorden tot ons te nemen, dagelijks tijd te besteden in het bestuderen van het woord, zodat we worden net zoals een bruid, broeder, net zoals een bruid in de tijd van Jezus. Ze wist niet precies wanneer haar bruidegom haar zou komen halen. En daarom reinigde ze zich elke dag. Als we werkelijk
bezig zijn en in verwachting zijn dat de Heer Jezus Christus jou komt halen. Als je werkelijk weet dat jij een bruid bent die zich moet reinigen om zich klaar te maken om de Zoon van de Allerhoogste God te ontmoeten. Dan moeten we ons dagelijks voorbereiden. Nou, laten we teruggaan naar de tekst. Je kunt wel begrijpen dat als de mensen in Jeruzalem horen over Jezus, die op dat moment in de omgeving van Jeruzalem is, een dode na 4 dagen heeft opgewekt en gezalfd is geworden met olie ter waarde van 33.000 euro, de verwachtingen hoog oplopen. Jezus komt dan naar Jeruzalem en de mensen lopen uit Jeruzalem Jezus tegemoet. En als we dat vers in het Grieks lezen, dan kunnen we het misschien net iets beter begrijpen. En dan zien we eigenlijk vanuit die tekst dat het volk Jezus officieel verwelkomt. Het was een officiële politieke verwelkoming van een nieuwe politieke leider. En het volk liep Jezus tegemoet met zang en palmtakken. En er valt echt heel veel over palmtakken te zeggen. Maar in het kort was het een traditie die ongeveer 200 jaar voor Jezus geboorte is ontstaan. Door de overwinning van de Maccabeeën op Antiochus Epiphanes. Ja. En de reiniging van de tempel. Ja, ik heb het volgens mij een paar weken geleden even heel kort die geschiedenis verteld. Maar daardoor is het Chanukka-feest ontstaan. En werd het loofhuttenfeest met palmtakken gevierd. Dat was eigenlijk de eerste keer dat palmtakken bij het loofhuttenfeest meededen. En dat is die traditie is eigenlijk blijven hangen. En palmtakken werden sindsdien gebruikt als symbool voor overwinning, opstanding en autoriteit. En we lezen dat ook in Openbaringen 7 vers 9... waar we zien dat de grote menigte uit alle volken en naties voor de troon en het lam staan en het lam voor Gods troon met palmtakken toejuichen. Aan de ene kant hield de menigte in onze tekst palmtakken in de handen en daarbij riepen ze een directe tekst uit Psalm 118. Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer Jezus, de koning van Israël. We zouden de zin ook zo kunnen vertalen. Koning van Israël, red ons. Dat betekent Hosanna. Hè? Red ons. Red ons alstublieft. Red ons. U bent gezegend door God. Het was een schreeuw naar Jezus en de Heere voor redding uit de macht van de Romeinse overheersing. Jezus zou wel de verlosser moeten zijn. Hij heeft immers Lazarus uit de doden opgewekt. Blinden genezen, kreupelen beter gemaakt, water in wijn veranderd, duizenden tegelijk te eten gegeven. Niemand kan zulke dingen doen als hij niet gezegend wordt door God. Een uitspraak van Nicodemus in Johannes 3. Hij is de gezegende van God. Dus Jezus moet de nieuwe politieke leider worden. Maar de Joden hadden een totaal verkeerd verwachtingspatroon die het probleem tijdelijk oplost. En we zien dat vanuit de geschiedenis van de Bijbel telkens terugkomen. Het zijn eigenlijk 6 stappen. De eerste stap is het volk zondigt. Tweede stap, God stuurt vijanden om het land te bezetten. Derde stap, ze roepen tot God. Vierde stap, God zendt een verlosser. Vijfde stap, het gaat een generatie goed. 6e stap. De verlosser sterft. 7e stap. Het volk. Of 1e stap. Het volk zondigt weer. Dat zie je door de hele Bijbel terugkomen. Iedere keer zondigt het God. God zendt een verdrukker. De mensen gaan roepen. God laat iemand opstaan uit hun midden. Die verlost hun. De mensen zijn blij. Degene gaat dood. En ze beginnen weer van vooraf aan. Het is eigenlijk triest. Als je iedere keer weer leest dat het volk van God, dat bij God hoort, iedere keer weer weggaat van de geboden die God heeft gegeven. Weggaat van de kaders waarin je mag leven zoals God het heeft geboden. Het is eigenlijk heel triest als je dat ziet. En zo gaat het de hele geschiedenis van de Israëlieten door. De Israëlieten draaien steeds door in diezelfde cirkel.
Maar ten diepste heeft het volk van Israël geen Jozua, Simson, Samuel, Hiskia of Simon de Maccabeeën nodig. Nee. Deze koningen leverden uiteindelijk helemaal niet zoveel op. Deze mannen konden alleen voor een tijdelijke verlossing zorgen. De Israëlieten werden tijdelijk verlost van hun vijanden. Maar Israël werd nooit verlost van hun ernstigste vijand. En dat is de zonde die de dood voortbrengt. In plaats dat Israël een koning verwacht die ervoor kan zorgen dat het volk niet meer gestraft hoeft te worden voor de zonde, kiest het volk steeds weer voor de tijdelijke oplossing. En zo kun je hier ook zitten. Met zogenaamde problemen in je leven die opgelost moeten worden. En haal je de koning binnen die jouw probleem oplost. Maar dat is hetzelfde als een socioloog of psycholoog binnenhalen die werkt aan je buitenkant. Maar nooit echt tot de kern van het probleem komt. Hè? Een bekende uitspraak van degene die nu is overleden. De socioloog zegt het licht... De socioloog zegt het ligt aan je omgeving. De psycholoog zegt het ligt aan je opvoeding. Maar God zegt het ligt aan jou. Hoe vaak horen we dit niet? Als ik op mezelf woon, dan zal het beter gaan. Als mijn huwelijksproblemen zijn opgelicht, ja dan. Als ik een relatie heb, dan. Of als ik een goede baan heb, of als ik afgevallen ben. Ja? Als ik slank ben, ja, nee, dan gaat het goed met mij. Of als ik loonsverhoging heb. Ja, die baas van mij, zie je, komt door hem dat ik zo erbij zit. Het is altijd de buitenkant. Het zijn allemaal excuses die we hebben om maar niet tot de kern te komen. Maar gemeente, als we zo denken, hebben we echt een verkeerd verwachtingspatroon van koning Jezus. Jezus is voor iets veel groters gekomen. De problemen van de wereld en alles wat in deze wereld blijft, zal vergaan. Hij is gekomen om je te verlossen van de macht van de zonde en de dood. Jezus is gekomen om je uit deze wereld te trekken, uit deze wereld te halen. Jezus is gekomen om te vertellen dat je zo'n groot probleem hebt, dat jij die niet kan oplossen. Het probleem moet niet buiten jou opgelost worden, maar het probleem zijn wij zelf. We zijn zo vermengd met de zonde, dat de zonde in elk aspect van ons wezen aanwezig is. We hebben een hartchirurg nodig die ervoor zorgt dat het zondig hart wordt gesteriliseerd. Zodat we geen vruchten van zonde meer kunnen voortbrengen. Net zoals we een bloem plukken zonder wortels. Het bloeit nog even, maar uiteindelijk gaat het dood. Zo behoort het zondig hart van een christen te zijn. Je kan misschien nog even de bloei zien van dat zondige hart. Maar omdat het geaborteerd is van de wortels die de zonde iedere keer weer in jou opwellen. Dan zullen we zien dat het steeds minder wordt. Dat noemt God een heilig leven. En als je dat niet hebt in jouw leven... Vriend, vriendin, dan wil ik tegen je zeggen, hey, je moet wedergeboren worden, man. Want dat is werkelijk het aspect van een christen. Hij is gesteriliseerd van de macht van de zonde. De macht heeft geen kracht meer over hem. Het is heel belangrijk. Nou, en we kunnen ons hart vandaag toetsen. Hoe lief we de Heer hebben door werkelijk ons de vraag te stellen wat we eraan doen om de gedachten op Christus te houden. He, vooral in deze seksuele en sensuele tijd. Een van de vragen die ik je graag zou willen stellen is, hebben we een filter op onze computers en telefoons voor onze gezinsleden, waarbij we onze vrouwen en mannen kunnen meekijken wat wij of onze kinderen op onze telefoon en computers thuis doen? Heb je dat? Is onze telefoon transparant? En mogen we allemaal gebruik maken van jouw telefoon? Of verberg je nog iets?
Maar ook, wat trekt je meer? De populaire cultuur of Jezus? Laat me gelijk dit zeggen, hè. Want wij als christenen hebben er altijd een handje van om mensen te veroordelen op dat ze gamen of Netflix kijken. En ik keur het niet goed. Alhoewel er soms wel goede documentaires zijn, heb ik me laten vertellen. Maar ik keur het niet goed. Hey, maar als je uren naar preken kijkt, thuis. Dan ben je hetzelfde als een gamer, hoor. Je voldoet een tijd en je bent gewoon een kind van deze cultuur geworden. Het maakt niet uit wat voor hoge geestelijke cijfers we in het verleden hebben behaald. Hoe goed we hebben gebeden, gestudeerd, geëvangeliseerd of gepreekt. Het gaat om nu. Nu. Hoe jij hier zit. Want de Bijbel zegt, zij die volharden tot het einde zullen de kroon des levens beërven. Het is niet eens gered, altijd gered, maar het is de volharding van de heiligen. Laten we ons niet af laten leiden, broeders en zusters. We moeten ook vandaag voorbereid zijn om onze koning te ontmoeten. Nou, punt 2, de intocht van de koning, vers 14 en 15. Ondanks dat de Heer Jezus wist dat het volk alleen maar van het probleem van de Romeinen af wilde, liet hij het toch begaan. Er staat in vers 14 dat hij een jonge ezel vond en erop reed. Waarbij er vaak een uitleg is dat Jezus bewust een ezel uitkoos om de menigte te laten zien dat hij maar een nederige koning was. Is bekend, hè? Zo wordt deze tekst vaak geïnterpreteerd. Jezus is zo nederig, zie je, hij komt niet te paard. Maar hij komt op een ezeltje. Een klein, lief, zacht ezeltje. Maar met als argument dat als Jezus de menigte tegemoet wil komen, hij wel op een paard zou gaan zitten die duidelijk oorlog en macht zou uitstralen. Het is een mooie gedachte waar de nederigheid van Jezus goed belicht wordt. Maar er komen in het Oude Testament geen paarden, maar ezels voor bij de Joodse heersers. Ezels zijn door de hele geschiedenis juist dieren die gebruikt werden om koningen en hoge plaatsen te vervoeren. De ezel uit de oudheid kunnen we zien als de Mercedes-Benz en de Volvo van nu. Het is daarom juist de intentie van Jezus om de ezel te berijden en daarmee aan te geven dat hij werkelijk de koning is die voorzegd is door de profeten uit het Oude Testament. Het is dan ook geen nederigheid, maar autoriteit als Jezus Jeruzalem binnengaat. En de autoriteit zien we ook in vers 15, die direct gequote wordt uit Zacharia 9. Ik wil samen met u een paar versen lezen uit Zacharia 9. En ik begin bij vers 7, om de context ook eruit te halen. En ik zal zijn bloed uit zijn mond verdwijnen, zijn afschuwelijke dingen van tussen zijn tanden. Ook hij zal overblijven voor onze God. Hij zal zijn als een leider in Juda en Ekron als een Jebusiet. Ik zal mij als een wacht rond mijn huis legeren, vanwege het leger dat heen en weer trekt, zodat geen onderdrukker meer tegen hen optrekt. Nu heb ik het immers met eigen ogen gezien. Verheug u zeer, dochter van Sion. Juich, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig. En hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel. Op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen en de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog zal weggenomen worden. Hij zal vrede verkondigen aan de heidevolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einde der aarde. Wat u aangaat, vanwege het bloed van uw verbond, heb ik uw gevangenen vrijgelaten uit de put waar geen water in is. Tot zover. Nou, dit tekstgedeelte laat zien dat deze koning niet heel vredig en nederig naar Jeruzalem komt. Jezus komt naar Jeruzalem om te overwinnen en om te vernietigen. Hij vernietigt niet zozeer de dingen die ons verdrukken. Hij is niet gekomen om de Romeinse legermacht te verslaan.
maar is gekomen om het zondeprobleem wat ons van binnen verdrukt te vernietigen. Alleen de wijze waarop is anders dan dat ze verwachten. Het gevecht welke Jezus in de tekst van Zacharia 9 aangaat, is het gevecht die hij streed aan dat kruis. Waarbij hij de straf van de zonde op zich neemt, zodat een ieder die in hem gelooft nooit meer gestraft hoeft te worden. En daarom zegt vers 9, zie, uw koning zal naar u toekomen. Hij is rechtvaardig als een heiland. En vers 11, vanwege het bloed van het verbond. Hij is de redder en de gezalfde. Jezus de Christus die zijn bloed uitstort, zodat je erfgename bent en in zijn testament staat opgeschreven. Het is ook daarom dat onze tekst in vers 15 begint met vrees niet. We hoeven niet te vrezen als we weten dat onze koning een schild is voor degene die bij hem een toevlucht nemen. Als je een schuilplaats bij de Heer Jezus 10 jaar hebt, 1 jaar hebt, 2 maanden geleden of vandaag hebt gevonden, dan hoef je niet te vrezen wat er staat geschreven. Want de Heer Jezus zegt, hij kan volkomen zalig maken wie tot hen gaan, omdat hij altijd leeft om voor hem te pleiten. Het is Christus die ervoor zorgt dat je bewaard blijft. Door het geloof. Ja, en als je misschien hier zit en je hebt moeite met bepaalde dingen. Als je hier zit en je hebt zoiets van, ja, maar ik heb gisteren avond, hè, toen ik ergens was, heb ik gezondigd. En je komt nu hier. Dan zeg ik, hey man, kijk naar de Heer Jezus Christus en bekeer je van je zonde. Beleid je zonde en ga door, man. Want het is niet jij die het moet volbrengen. Maar het is Christus die het volbracht heeft door Jeruzalem te gaan en niet naar de troon te bestijgen die van goud is. Hij heeft niet een kroon aangedaan met gouden juwelen, maar hij heeft een kroon aangedaan van een doornenkrans. Een troon bestegen waarbij hij gespijkerd werd aan dat kruis. Dat was zijn troon. En als je dat gaat inzien, dan zien we meer wat het betekent dat Jezus de koning der koning is. Want er is geen koning die werkelijk zichzelf zodanig vernedert om ons en jou te verhogen. Het is een geweldig werk van de Heer Jezus Christus. Misschien loop ik een beetje vooruit. Maar de diepte van vers 15 in het Hebreeuws laat ons zien dat Jezus op een volbloed jonge ezel reed wat staat voor de vrede. En daarmee aan alle Bijbelse voorschriften deed om als de ware vredeskoning Jeruzalem in te gaan. Dat is de aard van de Heer Jezus Christus. De ware vredeskoning die een schild is voor jou. Waarbij je niet meer de toren van God op je hoeft te voelen rusten. Maar dat je de vrede kan ervaren door te geloven in deze heiland. Nou, 3. De manier hoe Jezus alles wat in Gods woord staat zo exact vervult is zo overweldigend dat de discipelen het op dat moment gewoon niet door hadden. En dat is de reden om vers 16 in dit Bijbelgedeelte te schrijven. De discipelen zagen op het moment zelf de profetieën over de Heer Jezus niet in vervulling gaan. Maar pas later, nadat de Heer gekruisigd en opgestaan was uit de dood, begrepen ze pas dat ze al die profetieën in het Oude Testament die over Jezus gaan, samen met Jezus hadden meegemaakt. Het was alleen Jezus die wist wat voor koning hij was. Dat is heel opvallend. Maar we mogen ook gelijk bedenken dat de blijdschap van Jezus constant was. Hij deed constant wat de Vader van hem wilde. En hij zag zichzelf vervuld worden in zijn woord. Hey, het was een blijdschap, man. Hey, kan je je voorstellen als de Heer Jezus Christus die veulen bestijgt. En door Jeruzalem gaat als triomftocht. Hij weet dat hij naar het kruis is. Maar zelfs het kruis kan hem niet weerhouden om te leven voor zijn Vader. Nee, man. Omdat zijn Vader hem iets heeft beloofd. Hè? Zijn Vader heeft hem een bruid beloofd. Die hij betaalt met zijn bloed. Hey, en als jij werkelijk een bruid van de Heer Jezus Christus bent. En je weet hoe kostbaar hij jou heeft betaald. Gekocht en betaald met zijn dierbaar bloed. Hey, dan gaan we begrijpen dat we soms misschien niet zo kunnen leven zoals we leven. Dan zouden we ons op bepaalde vlakken misschien moeten bekeren.
Als we erbij stilstaan wat de verwachting is van het volk die alleen bevrijd wil worden van haar Romeinse overheersers, maar niet begrijpen dat ze overheerst worden door de zonde, dan is het ongelooflijk dat de Heer voor ons naar beneden kwam en door die poort van Jeruzalem ging. In de wetenschap dat er geen gouden kroon stond te wachten, maar een kroon des doorns. Dat er geen gouden troon stond te wachten, maar een houten troon waarbij hij vastgespijkerd werd. Dat er geen eer stond te wachten, maar schande, zelfs van zijn vader, die zijn volledige toorn op een onschuldige manier uitstortte. Op een onschuldig mens uitstortte. Vaak staan we er niet bij stil. Hey man, we weten niet wat het betekent om onschuldig te zijn. Maar Jezus Christus was onschuldig. Die man heeft nog nooit een zonde gedaan. En dan opeens de schuld en de zonde en de schuld van de wereld, de straf die de wereld verdient, op je te nemen. Dat is iets wat psychisch niet haalbaar is. Je moet een God zijn om dat te kunnen dragen. Het is een geweldig werk van de Heer Jezus Christus dat hij jouw zonde op zich heeft genomen. Als we daarbij stilstaan, hoe kunnen we dan zo leven? Hoe kunnen we dan zien dat mensen verloren gaan in deze verloren wereld en niet uitgaan in de missie? Hoe kunnen we dan niet in het collectief blijven als één leger die aanvalt? Waarom is er zoveel individualisme in dit land? Want wanneer we christen zijn, behoren we onszelf niet meer toe. Maar je behoort Christus toe. En je behoort bij de gemeente die een fundament is en een pijler van de waarheid. Wat zegt de Bijbel? Laten we dan werkelijk in het collectief gaan. Laat me snel verder gaan. Ik denk dat ik nog 5 tot 6 minuten heb. Deze koning is niet gediend, gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Deze koning kon niet verhoogd worden door mensen, maar zal kort hierna verhoogd worden door God die hem de naam boven alle naam gegeven heeft, zodat in de naam van Jezus elke knie zal buigen tot eer van God de Vader. Het is God die koning werd door geen andere weg te kiezen dan de weg van het kruis. Er is geen godsdienst zonder Jezus. Er is geen redding zonder Jezus. Er is geen koning zonder Jezus. Als we erbij stilstaan, dan kunnen we alleen maar zeggen dat deze koning de enige echte koning is die we kunnen dienen. Maar als jij nog een andere koning dient, man, dan doe je hem pijn. Je doet hem pijn. En ik roep je vandaag op om je te bekeren. Of je nou bij deze gemeente behoort of niet, deze koning is het waard om gediend te worden. En het is niet alleen maar een koning wanneer jij hem aanneemt, maar hij is de koning der koningen. Ook als je hem niet aanneemt, zul je werkelijk je knieën buigen voor hem. Hij is de koning der koningen. En je behoort hem te dienen. En hij laat zien dat je hem behoort te dienen door de liefde die hij geeft, door zijn hele leven op te geven en de schuld die jij verdient op zich te nemen. En uiteindelijk uit de doden opwekt, zodat hij aan jou de boodschap doorgeeft dat je niet meer gestraft hoeft te worden. Als je dat geen koning vindt, dan snap ik het niet meer. Wat is vandaag jouw antwoord? Neem je hem aan. Neem hem aan als koning, zodat we kunnen zeggen, allen die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Als je vandaag een kind van God kan worden, dan ben je hier op de juiste plek. Je kan hem aannemen. Je moet hem aannemen. Je kan de deur niet uitgaan zonder hem aan te nemen. Het is geen plek hier om lekker te zitten, straks koffie te drinken en weg te gaan. Het is hier een plek waar oorlog gevoerd wordt om jouw ziel. Een koning die zo sterk is, dat hij zich kan vernederen ter wille van ons. Zodat we nu zijn als juwelen in een gouden kroon. Degene die onze zonde heeft weggewassen, zodat we nu mogen weten dat we van God zijn. Zo schoon als witte sneeuw. Deze koning heeft zijn nederigheid laten zien en is zijn overwinningstocht begonnen door op een ezel Jeruzalem binnen te gaan. Maar de opgestaande koning ziet er als hij terugkomt anders uit. Weet je, en dit is iets wat mensen echt vaak vergeten.
De Heer Jezus Christus heeft een verheerlijk lichaam. Johannes zag hem met haren als witte wol, ogen als een vuurvlam, voeten als koperbrons. En met de tong als van een zwaard, met de stem als vele wateren. Wanneer deze Jezus Christus terugkomt, komt hij niet meer op een ezel, maar komt hij te paard. Met zijn mantel gedroopt in bloed. Met een zwaard in zijn hand. Het is nu nog genadetijd. Jullie ook kinderen, jullie die hier zitten. Het is genadetijd, man. Je kan nu nog naar hem toe gaan. Nu kan je nog naar hem toe gaan. Maar straks is het te laat. Je ziet de aardbevingen die ze komen. De Heer Jezus zegt, wanneer je deze dingen ziet. Dan komt de einde der tijden. Die komen eraan. Je moet nu komen. Het is niet om je bang te maken. Maar om je te waarschuwen dat Christus in aantocht is. En als je niet bij hem hoort, je hetzelfde te wachten staat als het Bijbelgedeelte in Openbaringen 11. Ik roep je dan ook op, bekeer je en geloof het evangelie. Geloof dat Jezus de straf die je verdient op zich heeft genomen. En heeft weggenomen door te sterven. Hij is opgestaan uit de dood. Zodat we morgen mogen geloven dat die straf is weggedaan. Een perfect lam heeft de straf op zich genomen. Jouw straf op zich genomen. En heeft die straf toen gedood in zijn sterfelijk lichaam. Hij is toen gestorven. Maar omdat hij onschuldig was, heeft God het recht gehad om hem rechtmatig uit de doden op te wekken. Hij heeft jouw straf betaald, man. Nou, hoe gaan we naar huis? Hoe gaan we naar huis? Hoe gaan we nou voor zo'n koning leven? Misschien 2 minuten, misschien. Nou, 1, koninklijk priesterschap. We zijn een koninklijk priesterschap. De Heer heeft ons tot zijn eigendom gemaakt. Dat betekent dat we ook zoals hij moeten leven. Dat betekent dat we het gezin moeten zien als een eenheid, zoals we de 3-eenheid zien. Dan zien we dat de vader de koning is, de moeder de koningin en de kinderen de prinsen en prinsessen. Maar dan wil ik beginnen bij de vaders. We behoren ons als koningen te gedragen, broeders. Mannen die als Jezus kiezen om de minste te zijn. Dat is een ware koning, dat is een ware dienstknecht, dat is een ware heerser. Iemand die de minste wil zijn. En mijn vraag is dan, waarin kun je als man nog de minste zijn? En hoe kun je ervoor zorgen dat je steeds meer een schild kan zijn voor jouw gezin? Misschien moeten sommige mannen niet te veel met hunzelf bezig zijn, maar moeten ze hun vrouw rust geven door af en toe gewoon te zeggen, schat, weet je, deze week regel ik het huishouden. Deze week kook ik. Deze week ben ik met de kinderen. Deze week kom ik niet laat thuis. Maar als we werkelijk een dienaar van de Heer Jezus willen zijn, moeten we ook deze dingen kunnen doen. Ja, misschien zijn hier mannen die zeggen, prijs de Heer, amen broeder, ga zo door. Maar aan de andere kant, vrouwen. Wat is het meest voorkomende bij een vrouw? Haar denkpatroon. Haar denkpatroon. Ze denkt vaak negatief, denkt vaak dat ze het beter kan doen dan haar man. Terwijl de Bijbel zegt dat we hervormd moeten worden door ons denken. Kunnen we ook kijken op een andere manier naar onze man? Kunnen we ook kijken dat, ach man, die man werkt zo hard. Hij haalt het geld binnen, hij is moe. Laat me hem gewoon lekker vroeg naar bed gaan, dan ga ik hem masseren. Kijk eens hoe die man met zijn kinderen speelt. Oh, wat fijn, het zijn ook mijn kinderen. Hebben we die gedachten nog? Of is het bijna alleen maar negatief? Dat kan niet. Wanneer we werkelijk als koningen en priesters willen leven in ons huisgezin, dan moeten we ook werkelijk gaan denken aan deze dingen. Nou, en kinderen dan? Weet je, misschien ben je hier single, je bent al uit huis, of misschien woon je nog bij je ouders. Maar kinderen zijn de aanstaande koningen en koninginnen.
En dat betekent dat je ouders een rolmodel moeten zijn, maar dat je ook bereid bent en beschikbaar bent om je ouders te kunnen dienen. Net zoals de Heer Jezus Christus zijn vader diende. He? En dat kan ook zijn, hè? Family economy. He? Je hebt gewerkt. Ja, of je bent al volwassen en je hebt een modaal loon. Of misschien net iets onder, is ook niet erg. Maar ben je dan ook bereid om een paar dagen van je loon af te geven aan je ouders, zodat je moeder of je vader één dagje minder kan werken. En als dankbaarheid dat ze je zo heeft opgevoed. Dat is family economy. He? Dat wij als kinderen ook weer gaan zorgen voor onze ouders. Dat onze ouders geëerd worden. Ja. Structureel geld, zodat je ouders misschien een dagje minder kunnen werken. Mama regelmatig met mama in de keuken staan. Je moeder helpen in het huishouden. Maar ook mannen. Moeder helpen in het huishouden. In Suriname koken bijna alle mannen, hoor. Is het niet zoals hier? Alle mannen koken. Ze hebben allemaal geleerd om thuis te koken. Nou, als laatste, voor de mannen in de DNA. Voor de mensen in de DNA, of als je pas lid bent. Weet je, of als je lid wil worden hier in deze gemeente. We zijn de gemeente van Christus, weet je. We zijn een deel van het lichaam. Maar als je hier komt, kom niet met allerlei ambities. Ik ga dit in de gemeente doen en zo groeien en ik ga dat in de... Nee. Wees ook als de Heer Jezus Christus. Stel je beschikbaar op. Weet je, hoe graag wil ik niet dat mensen vragen, wat kan ik doen, broeder? Wat kan ik hier doen? Misschien zit u in uw eigen gemeente. Hey, vraag je gemeente, vraag je ouderlingen, wat kan ik doen, broeder? Hoe kan ik dienen? Zoals de Heer Jezus alles aanpakte, wat er maar kon. Maar kom niet hier en de grote ambitie met ik wil apologeet worden en evangelist worden en wat niet meer zijn. Laten we gewoon beginnen met gewoon te dienen, alsjeblieft. Want anders dan zijn er veel misverstanden. Nou tot zover. Tot zover. En als we dit hebben...